Huizenboshart in rep en roer. Het hele gezin in opwinding. Vader, dat ben ik dus, heeft een vakantie gepland. En als extra verrassing, niemand weet nog waarheen. Iedereen is druk bezig met de voorbereidingen voor de grote vakantie. Nou ja, niet iedereen. Zeg het, ik heb alleen wat even. Nou, er mag nog wel een kleurtje bij. Wat ligt hier? Hoe komt dat nou? Nee, die heb ik niet nodig. Oh, heerlijk. 2 weken lang niksen. Lekker zonnen. Waar is mijn zwembroek? Zwembroek? In je kast. Gat. Lieverd, vertel nou even. Waar gaan we heen? Kunnen de hakken mee? Pien, die zwembroek. Waarom? Hey. Dubai. Here I come. Hé, hey, man. Ja, ik wou je vast een fijne vakantie wensen. Ik denk dat we naar zo'n grote soort gaan of met zo'n groot zwembad, weet je wel. Puk! Puk, luister. Vroeger dan gingen we met de caravan op stap. En dan gingen we altijd naar dezelfde camping. En nou, dan wist je precies waar het toilet was. Je weet waar de douches zijn en de wastafels zijn en je zwembadje. Dus je wist precies waar je was thuis. Begrijp je wel? Let je wel op. Hallo Puk, ben je er nog? Juist. He? En om 8 uur, dan is het heerlijk gezellig, ontbijt rond de tent. Nou, en dan ging oma's de potje klaarmaken. En dan om 10 uur, dan gingen we met z'n allen naar de bingo! Heel leuk, opa. Maar het is ook leuk dat er nu iets heel anders gaat. Gaat. Niet te vinden. Niet te vinden. Wat niet? Ja, mijn zwembroek. Puk, ik ben waarschijnlijk de enige die niet op vakantie kan. Ik ben nu even bezig. Ik heb geen tijd. Zeg, is dat allemaal wat je meeneemt? Dat kan niet, hoor. Denk je aan je rug als je hem gaat optillen? Oh, aan jullie heb ik ook niks. Hier. Oh. Gewoon in je kast. Jij kan echt niet zeggen. Ja, daar ben je. Ja, daar ben je, hè. Daar ben je. Ja, mooi. Nou, oh ja, we vertrekken over een uurtje. We vertrekken over een uurtje. Lieve Pukje, luister eens. We zijn allemaal klaar om met vakantie te gaan. Hè? Wekenlang hebben we ons voorbereid, geen oog dicht gedaan. En dan zit jij hier een beetje met je telefoon te prutsen. Opa, laat me nou even met rust. Diep teleurgesteld. Ik ben diep teleurgesteld, Puk. Ja. Zo. Nou. Dat mag ook in de krant. Wat? Je hebt een bezem in je hand. Ah, dat. Nee, die gaat mee. Gaat het wel goed met je? Schat, ik heb jou wel door, hoor. We gaan gewoon naar Dubai. Vakantie. Nou ja, lekker liggen, zitten, zonnen. Nog iets? Helemaal verzorgd worden. Zelf niks doen. 'S morgens vers gekookt eitje. Even niet hoeven koken. De rommel van anderen niet hoeven opruimen. En 's middags een heerlijk pilsje aangereikt door mijn lieve, mooie schoondochter. Ja. En al helemaal geen BN'en stylen. Klinkt lekker, toch? Nou, gewoon met een mannetje of 10, Loret. Tjekies! En 's avonds om 8 uur zit deze man bij de bingo! Oh, naar Mallorca. Nee, niet naar Bali. Oh, dat lijkt me zo mooi. Dubai, ik word Dubai! Hey! Nou, als dit geen verrassing meer is, gezellig. Instappen maar. La 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 la. Nou, ja, nou. Hey, jongens, wat draaien we lekker. Hey, luister, lieve schat. Ja. Ik denk dat ik nu wel trek heb in een bolletje gehakt. Nee, ik denk dat ik een bolletje oude kaas neem. Nou zijn we nog geen 5 minuten onderweg. Nou, Pa? Ja? Had u niet thuis kunnen eten dan? Dat had wel gekund, maar ja, we zijn nu met vakantie. En pa had besloten om daar geheel luxe van te genieten. Je kunt wel meer besluiten. Maar mag ik ook? Maar ik wil ook genieten. Nou, dat doe je betalen met z'n allen. Vakantie. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dan mag ik ook? Ja. Dank je voor jou. Gezellig. Wat heb ik zin in deze vakantie. Pien,
Zou je mij een flesje water willen aangeven? Want ik krijg een moordorst van dat zout in het gehakt van dit broodje hier. Jongen, jongen. Ik krijg dadelijk neigingen. Gezellig. Hopen tractoren op de weg, hè? Hoop koeien even goed hier, hè? Zitten we goed? Ik weet het allemaal niet, hoor, Jonas, hoor. Het is allemaal zo onduidelijk. Oh, Puk! Puk! Had ik net niet links afgemoeten? Nee, je had hier rechts afgemoeten, Ron. Weet je wat het betekent? Ja. Weer een half uur langer in die auto zitten. Ja. Nou, ik weet niet of ik dat uithoud, hoor. Mam, ik kan zo echt geen kaart lezen. Opa, ga eens niet zo breed zitten. Nee, maar ik moet niet kwalijk, hoor. Nou, als we niet gauw een tankstation vinden, dan denk ik dat we zonder benzine komen te staan, jongens. I mean, ben je dat nou? Ja, dat meen ik. Ja. Ja, ik had natuurlijk ook een camper kunnen huren met een volle tank. Maar ja, dat kon Bruintje even niet trekken, dat begrijp je. Oh, wacht, daar, in de verte. Dat is nog een tankstation? Ja. Ja, jongen, hier aan de kant, ja, we zijn er. Door al dat omrijden word ik ontzettend nodig. We zijn er. Nou, eruit. Hop, hop. Barry, even een eindje. Kom. Ik zo nodig, jongen. Oh, au. Ja. Daar is de wc, kom. Ja. Oh. Wat is hij toch dorstig. Wordt 80 euro voor u. Oh. Nou, hey, dankjewel. Adres maar zitten. Bedankt. Tot ziens. Kom, jongens. Yes, 1,70 euro is het tegenwoordig. Het is ongelooflijk. Wat duur even goed? 1,70 euro. Ja, dat gaan we niet meer doen, hoor. Nee. Volgende keer wat duwen. Top! Ja, we moeten hier links. Links? Ja, het is hier. Hier is het. Hier links? Ja, hier links. Oh, nou, wacht even. Ja, hup. Nou, links. Ah, ja. Oh, maar hoezo dan is. Oh, kijk. Ja, juist. Ja, ik geloof het wel. Camping. De frisse wind. Verschrikkelijk. Welkom familie Bosch. Kikker, jullie weten al geweldig. Ja. Goeie reis gehad. Ja. En rol. Op mijn camping, de frisse wind. Welkom. Ja. Ik wijs je de weg volgende week. Ja. Mooi toch, gezellig. Ja. Nou. Gezellig. Toch? Hey! Emiel. Ja? Ik zoek een ander woord voor tovenarij. 5 letters, begin met een M. Magic. Ja, dat is hem. Ja, magic. La. En ga met mij voor goud. Met mij voor goud. La. Hey. Pappenbakken. Wat is dit nou? Pottenbakken! Bak je eigen bloempot of vaas! Pottenbakken! Links! Andere links! Ja, kom maar! Kippetje! Links! De frisse wind! Nee, niet! Die kant! Nog 2 wachten voor u! En wij doen! Links! Ah! Oh. Stop! Zo, ja, gezellig! Echt knap, man. Gezellig hier. Gezellig, ja. Hey, even één ding. Het zwembad. Is er niet? Nou, ik zorg dat je aan niks ontbreekt. Ja, heerlijk. Hoor je dat? Het is even zeg maar geweldig. Wat een fijnheid. Nou, stel ik voor om de koffer te pakken. Is er iemand die me misschien even wil knijpen? Want dit droom ik, toch? Ja, ik denk wel dat iedereen het geweldig vindt.
boven verwachting. Wat een hel. Nou, één ding weet ik zeker. Hier zijn geen chicks. Ze uiten zich misschien niet zo, maar van binnen juichen ze. Ja, leer mij mijn familie kennen. Ik weet het wel zeker. Als ik straks wakker word, dan blijkt dit één grote nachtmerrie. Ik hoop zo. Als ik een onverstandig meisje zou zijn, zou ik denk ik meteen zijn weggelopen. Terug naar huis. Heb ik tenminste wifi en heb ik geen gezeur aan mijn hoofd van opa. Ah, kijk eens even, hoe gezellig. Nou, Puk, oké. Die is voor jou. Pa, die is voor jou. Die is niet voor mij. Hè? Ja, dat weet ik ook wel. Pa, pa! Wat? Waar is je opa? Weet ik het? Waarom vraag je dat aan mij? Pa! Pa! Waar is die, Puk? Geen idee. Ik heb hem sinds het tankstation niet meer gezien. Het tankstation? Op de wc? Hij zat toch niet opgesloten zitten? Wie doet daar zoiets? Barry. Barry zou het toch niet gedaan hebben? Omdat hij niet de hele tijd opgescheept wil zitten met zijn opa tijdens de vakantie? Of was het Puk? Ja, nou, Puk. Ja, Puk zou het ook gedaan kunnen hebben. Die was natuurlijk een beetje boos op opa, omdat hij op hem gemopperd had. Of zou het Pien zijn? Pien? Ja, die wil natuurlijk niet voor mijn vader zorgen de hele vakantie. Wie heeft mijn vader opgesloten? Pien! Pien! Ik ga terug. Moet ik niet terug? Ik bedoel, die oude van mij, die is ongelooflijk angstig in kleine ruimtes. Joh, doe nou even rustig. We kunnen toch gewoon 112 bellen? Yo! Hey. Hoi. Hey man. Hoe is het hier? Ja. Maar goed, chill. Ja? Ja? Ik zag jullie aankomen. Oh ja, ja. Is dat je vriendinnetje? Nee man, dat is mijn zusje. Oh. Wasje? Oh, graag. Ja, dat is lekker zeg. Barry! Wat hoor ik? Ja, wat wordt een nachtje zelf zitten, Barry? Pa! Wat zeg je nou? Ach, goed dat jullie me hebben gevonden. Ach, ben je komen aanvliegen met de bezem? Ik zat opgesloten door deze bezem. Ja, rustig meneer. Ja. Wie doet nou zoiets? Wie heeft open opgesloten? Voor de draad ermee, Barry. Nee, ik heb alleen maar even water gehaald en heb het open niet eens gezien. Puk, jij? Hoe kun je? Ik ben niet eens in de buurt van de wc geweest. Maar wacht even, als Barry het niet heeft gedaan en Puk niet? Pien? Ja. Jij? Nou ja, sorry. Sorry, opa. Ik wil gewoon niet de hele tijd met happers en drankjes achter u aanhuppelen. Oh. Ik heb ook recht op vakantie. Maar ik schaam me eigenlijk wel een beetje, ja. Ja, een beetje veel zou je bedoelen. Nou, ik ga het goed maken. U mag alles van me vragen. Alles. Lieve Pien. Jij bent enorm beschadigd. En ik ben behoorlijk aan vakantie toe, ja. En ik ben doodmoe. Ik kan geen poot meer voor een ander verzetten. En trouwens, Pien, ik heb zo'n enorme trek in bitterballen. Ja, mijn vader trekt in bitterballen, Pien. En nog wat, Pien, blijf staan. Toen ik daar dus opgesloten zat in die ruimte, toen werd ik ineens bevangen door enorme angsten. En die angsten die ik zo herkende van vroeger, weet je nog, jongen? Ja, dat die angsten ik die ja, ik vroeger ook had. Vraag het maar, echt geen probleem. Vraag het. Ja? Goed. Lieve mensen, zou ik in de camper tussen jullie beiden in mogen liggen? Ik wist dat hij er een slaatje uit zou slaan. Ja, maar je vroeg er zelf om, hè? Nee? Ja, jij zegt... Wacht even. Nee, maar jij zegt... Nee, ik heb er niet... Ik wil alles verrieden. Het begon heel anders. Trouwens, Barry ook. En sowieso heb jij... Zo'n vakantie. Mag ik bijna zeggen? Ja, dus? Ja,
Abonneer op ons YouTube-kanaal en mis helemaal niks.